staan. Ja. Nee, ik heb een film. En dan hebben we ook nog groep B. En daar is kampioen geworden Sliedrecht. Dan gaan we naar de vierde klasse. En dat is vierde klasse B. En daar is kampioen geworden Messenmaker 5. Ik wil hem wel hebben, ja. Ja, wel voor de camera. Niet alleen maar Jan. Dank je wel. Gefeliciteerd, help. Ja. En dan naar de vierde klasse A. En dat is geworden Charles Europoort, het zevende team. Op naar de KNSB, hoor ik al. Dan gaan we over naar de derde klasse, en dan klasse 3D, is het springend peert 1. Geen vertegenwoordigers in de zaal, dan gaat die per e-mail, of per post, of per postduif. Klasse 3C is krimp aan de IJssel 4. Die blijft in de buurt. Dat moeten andere mensen ook doen. Klasse 3B, Charles Europoort, het vijfde team. Even kijken. Cor, waar was het zesde team ook alweer geëindigd? Ja. Ah nee, die was geen kampioen. Klasse 3A, Chess 2. Even kijken, dan gaan we naar de tweede klasse. Dan gaan we weer een stapje hoger. En dat is kampioen geworden in klasse 2D, de IJssel 1. En in klasse 2C, krimp aan de IJssel 3. Ja, blijf staan, ze zijn eigenwijs. De volgende, die heb ik ook al een keer eerder gezien. Klasse 2B, Messenmaker 3. Dankjewel. Even kijken, klasse 2A, Dordrecht 3. Ook geen mensen van Dordrecht, de rode postduif bestellen. Even kijken, de eerste klasse dan. Klasse 1B heb ik Chess 1. En dan gaan we naar klasse 1A. En het heen en weer bootje komt weer, want dan gaan we naar de promotieklasse, Rokado 1. Ja, en dan hebben we natuurlijk de kampioen van de RSB, mogen ze zich noemen, want ze zijn kampioen geworden in de promotieklasse. En dat is Charles Europoort 3. En die gaat er naast op de stem waard zijn, ook altijd een mooie klok. Laat even zien, Cor. We doen het nog steeds met de analoge klokken, want de digitale klokken, daar hebben we nog het materiaalfonds voor opgericht, of het is in ontwikkeling. Maar we moeten het voorlopig nog even met deze houten klokjes doen. En ja, dan hebben we nog altijd de mooie RSB-beker. Een hele aparte competitie, altijd heel spannend. Kampioenen kunnen er heel snel uit liggen of heel lang meespelen. En vorig jaar was Krimp aan de IJssel. Stond nu weer in de finale tegen Spijkenisse. Ongekend spannend, nummer 2 en 3 uit de promotieklasse. Alleen toch krimp aan de IJssel heeft hem eigenlijk overduidelijk gewonnen in de finale. Dank
Dick. Ja. Nou, tot zover weer de prijzen eigenlijk voor dit seizoen. We gaan op naar het nieuwe seizoen. Ik verwacht nog een aantal inschrijfformulieren die binnen moeten komen. En de uiterste datum is 21 mei, geloof ik, uit mijn hoofd. Dus, dan wil ik nu het woord aan Ronald. En na al deze zielige prijzen, ik bedoel zo'n waardebon en zo'n stukje blik. Weet jullie, het gaat eigenlijk maar om één prijs. En dat is voor de man die alle 7 partijen weet te winnen. En we hadden, het was heel spannend. Henk de Kleine, die was heel erg op weg, maar de laatste ronde, ik weet niet wat hij had, maar die kon het schudden. Henk Kootka van Charlo's, die leek ook op de overwinning af te gaan, maar die de laatste ronde, de senior werd er ook te veel. Er was er maar één man die het redde, en dat was omdat hij niet wist dat er een prijs was. En omdat hij nog nooit in zijn leven whisky heeft gedronken. En die man is wel toevallig hier aanwezig, Robert Goedegebuur. En die kent deze fantastische bellen, heel bekend. Het ziet er zo uit. Voor zijn clubgenoten. U zult schaffen, waarom was ik er voor te kiezen bij de vorige ALV? Dat was omdat ik die fles was even ophalen in Schotland. Hij weet niet hoe het smaakt, dus ik neem aan dat het net van mijn clubgenoten was willen hebben. Hoe lang is het goed? Zodra je zo oud bent als Kees, dan is het nog te drinken. Dus van harte gefeliciteerd.